Toen ging dat eigenlijk iets beter als verwacht. Heerlijke salade voor mezelf gemaakt. Verjaardagsvisite. Mama. Oh, ik zit nog niet eens in de gordel. Ja, er zit toch ook een mooi dorp, hè? Kijk, een mooi bloemetje gekocht. Oh, sorry, is dat? Ouch. Ik ga natuurlijk even het EK voetbal aanzetten. Het is echt slecht voor mijn hart, dit. Hyperventilerend en al op de bank. Man. Poepoe, jongens. Het is ochtend. Daar zit Iselotte. Die hou ik vandaag even thuis, want die blijft maar verkouden en hoesten. Dus ik denk, gisteren heeft ze een hele drukke dag op school gehad. Heeft ze een sportdag gehad. Dus ik dacht van nou, wel even goed om haar even een dagje wat rust te geven. Hopelijk helpt het een beetje bij het herstel. Maar zoals jullie zien heb ik een flink rood hoofd. Want normaal loop ik natuurlijk een aantal keren heen en weer naar school. Ja, dat heb ik vandaag niet. Dus mis ik al gewoon een stukje basisbeweging, zeg maar. En ik merk gewoon dat aan het einde van de dag komt het er niet meer van om nog te wandelen. Dan ben ik moe, of heb ik geen zin, of dan druk. Dit, dat, willen de kinderen van alles. Ik heb vanochtend lekker gedoucht, lekker mijn haar gewassen. Ik had het beter andersom kunnen doen, maar ja, dat ben ik. Dus ik had lekker gedoucht en ik denk, ja, ik ga toch gewoon even gelijk even een blokje om. Al is het maar even gewoon een blokje om. Dan heb ik in ieder geval al een beetje beweging gehad. En voordat ik weer heel de dag aan het werk ga en ga zitten op de stoel. Toen ging dat eigenlijk iets beter als verwacht. En heb ik 3500 stappen gezet. Lekker met mijn stokken, want het is gewoon, ik merk gewoon dat je nou echt wel een beetje een workout hebt. Toch veel meer actief bezig bent als met alleen wandelen. Dus ik ben er super blij mee dat ik dat heb gekocht en dat ik dat aan het doen ben, dat Nordic Walken. Dus ik heb gewoon al meer dan de helft van mijn beweging erop zitten voor vandaag. Dus dat is een super goed begin. Ik ben nu nog even mijn vitamintjes aan het innemen. Ik geniet van mijn kopje koffie. Ondertussen ben ik aan het inloggen om aan het werk te gaan. En gaan we er weer een onwijs leuke dag en een leuke video van maken. Dus dat gezegd hebbende, ben jij nog niet geabonneerd? Doe dat dan alsjeblieft en geef dan gelijk even alvast een like op deze video. Want daar help je nu mijn kanaal. Mag je ietsje zachter, moppie? Want daar helpen jullie mijn kanaal gewoon heel erg mee groeien. Dus dat zou ik super tof vinden. Ik ga eerst even inloggen. Ga ik alvast even de eerste mailtjes doen. En dan kijken wat er vandaag op de planning staat. En dan ga ik daarna eventjes snel ontbijt maken. Zo, en het eerste ochtendje werken zit erop. En ik heb weer een heerlijke salade voor mezelf gemaakt. Ik heb spinazie met daarop gerookte zalm, komkommer, bosuitje en een beetje honing mosterd dressing van Remia. Die is heel licht en light en 0% suiker en vet, geloof ik. Nou, in ieder geval is die super lekker. Dus dit ga ik lekker eten en van genieten. Dit is echt wel een van mijn favorietjes. Dus, en helemaal, het is vandaag best wel weer een hele warme dag. Dus dan vind ik zo'n frisse salade vind ik dan echt super lekker om te eten. Dus hier ga ik lekker van genieten. Nou, ondertussen ben ik klaar met werken. En zitten Iselotte en ik samen gezellig een spelletje te doen. Even laten zien wat we aan het doen zijn. Wat voor spelletje zijn we aan het doen? Prinses en prins. Prinses en prins. Kijk, een spelletje van Smart Games. Die hebben we al heel lang. Dat is deze. Hebben we 15 jaar nog gekregen? Ja, volgens mij voor Xarno hadden we die al een keertje gekocht. Nee. Weet ik eigenlijk niet voor jou? Ik ben jouw verjaardag. Past het? Jongen. Voor eten heb ik je toch niet opgevoed dat je moet eten? Niet gek dat je mond altijd helemaal onder zit. Ja, goed. Ik zal mezelf maar even filmen. Ik zie er volgens mij wel helemaal onfliek uit. Ja, ik weet niet, als je het niet kent, zit er dan een boekje bij met opdrachten die je moet maken. Oh. Als je dan de bladzij omslaat, dan staat daar ook de oplossing in, zoals je hem dan moet bouwen. Want je hebt dan een voorbeeldje. En, degene die het kaartje heeft, die is de enige die dit mag zien. Alleen aan het einde mag Je praat met volle mond, dus je moet even je mond houden.
En het is dus de bedoeling dat de ridder naar de prinses gaat. Of de prinses naar de ridder in de moderne tijd. Moet dat natuurlijk ook kunnen. En dan moet je dus het pad bouwen. Zodat ze... Klaar. Bijvoorbeeld, nu staan dan hier die twee blokjes boven. Die moet je dan gebruiken. En dan gaan ze bij elkaar. Klaar. Nou, en deze heeft ze al af. En deze was gewoon makkelijk. Ja, nou, dan gaan we een moeilijker pakken. Neusspray, want die slot is nog steeds verkouden. Ik sterk de vermoedens heb dat ze hooikoorts heeft. Dus ik heb vanochtend vanmiddag even de huisarts gebeld. En we konden gewoon bij de apotheek even hooikoorts tabletjes halen. Dus dat heeft Jeroen even gedaan tussen de bedrijven door. Ze heeft vanmiddag een hooikoorts pilletje op. Neusspray en alles was helemaal uitverkocht. Dus ja, dat is natuurlijk super vervelend. Maar goed, we gaan eerst maar even kijken wat vandaag het pilletje doet. Ze heeft het nu een uurtje geleden ingenomen. Dus nou, even kijken of ze dan minder klachten heeft. Ja, dat verkouden heeft, dat zal natuurlijk wel even een paar dagen duren voordat het weg is. Maar nou, hopelijk trekt het snel weg en helpt dit. Dan gaan we verder met het spelletje spelen. Inmiddels is het tijd voor het avondeten en wij hebben een lekker tomatensoepje, niet zelf gemaakt uit pap, want dat hadden we nog over en het moest op, dus dat gaan we even opmaken. En we hebben daar lekker stokbrood met kruidenboter bij voor Jeroen en de kinderen. Ik heb een heel klein stukje gepikt en ik heb een een crackertje met lekker tzatziki, dus dat gaan wij lekker eten. Het is inmiddels 7:30 geweest en ik ben nog even lekker in de tuin aan het rommelen. Ik ben van mijn plantjes zoveel mogelijk even alle dooie bloemetjes eruit aan het halen. Dat is bij sommigen echt wel hard nodig, want dan ja, is tenminste weer een beetje een tak tussen mijn roosjes. Kijk, deze kan eruit. Ik heb deze al een beetje gedaan. Dan heeft hij tenminste weer wat ruimte om... Kijk, hier zitten weer allemaal nieuwe knopjes. Ik heb hier nog eentje die ik moet doen. En deze moet ik ook nog even doen. Hier een lelijk blad. Hier bloemetjes eruit. Die is ook al een beetje uitgebloeid hier. Die is nog wel, maar ja, ik mag alvast af. Ik doe het ook niet elke dag hoor, jongens. Dus één keer in de week of zo. Die ziet er ook wel redelijk uit. Dan heb ik hier deze nog. Ook nog even doen. Kijk. Oh, dit stukje is gewoon helemaal dood. Dus ik ga deze even gaan water geven. Hangen ze weer mooi. Goedemorgen allemaal. Het is 10:00 of zo. Ik ben even in het park. Ja, jullie zagen Islotte net even daar lopen. Want zij is vandaag en gisteren thuis. Ik denk dat ze hooikoorts heeft. Dus ik heb gisteren even met de huisarts gebeld. En ik heb pilletjes gekregen om te kijken of ze daarop reageert. Kijk uit voor die poep. Ik heb het niet opgeruimd. Ik heb wel het idee, ze heeft gisteren het eerste pilletje gehad. Ik heb wel het idee dat ze al veel minder hoest. Maar goed, ze is nog wel... echt een snotneus, maar ja, ik moet bij haar, dat het natuurlijk nieuwe medicijnen zijn, moet ik natuurlijk eventjes goed in de gaten houden hoe ze erop reageert. Dus vandaar dat ik er vandaag ook nog maar even thuis heb gehouden, ja, en met snotneus en zo is het natuurlijk nu gewoon allemaal een beetje lastig. Dus, maar ik heb goede hoop. Ik moet natuurlijk alleen eventjes aankijken. Maar goed, ze moet ik ook eventjes een frisse neus halen. Een beetje lastig, hè, frisse neus halen met hooikoorts. Ja. Ja, en we zijn in een park. Dan denk je, waarom ga je dan naar een park? Nou, ja, ik woon gewoon in een ontzettend groene wijk. Mijn hele straat staat ook vol met bomen en struiken en gras en weet ik het allemaal. Dus wat dat betreft maakt het denk ik niet heel veel uit of ik even hier in het parkje loop of bij mij in de straat. Want ja, eigenlijk mijn hele wijk staat vol met groen. Dus ja, dat gaat dan denk ik niet zoveel verschil maken. Dus zijn we eventjes een frisse neus halen. Eventjes in het park. Ik heb frisse neus, zijn verstopte neus.
Ik krijg juist briefstand in deze. Even een pauzetje houden, want ik ben natuurlijk gewoon aan het werk. Maar goed, dan werk ik straks gewoon even wat langer door. Of morgen? Nou, nee, morgen is niet mijn plan. Maar dan ik hoef jou ook nu niet op school, uit school op te halen. Dus dan kan ik gewoon vanmiddag weer een half uurtje even langer doorwerken. Dus. Zo, en dan is het inmiddels lunchtijd. En ik heb een lekker bordje gemaakt. Ik had nog 2 braadworstjes in de koelkast liggen. Die moesten vandaag op, dus die heb ik lekker gebruikt. En ik heb daar gesneden uitje bij gedaan. 4 eieren, want het zijn 2 worstjes, 4 eieren, 1 ui. En lekker wat kruid doorheen gedaan. En dat hebben Jeroen en ik gedeeld. Dus dat hebben wij lekker gegeten. Is het tijd voor het avondeten en heb ik lekker kip met roerbakgroenten. En de kinderen hebben rijst, paprika en gewoon een heel gebakken kipfiletje. Dat vinden zij lekkerder als zo in stukjes gebakken. En nou, dat ga ik lekker eten. Goeiedag allemaal, het is vandaag zaterdag. Ja, dag, een vlog vandaag. Ik heb volgens mij nog niet gevlogd vandaag. Jawel. Is dat wel visiteel of niet? Nee. Nee, het is al zaterdagmiddag. Ik heb vanochtend heel veel geëdit. Want daar moest ik nog een andere doen. Het was best wel een heftige edit-vlog. De ene vlog is natuurlijk altijd meer editwerk als de andere. Dus hij was ook nog eens een keer lang. En ik had echt nog wat dingetjes om te doen. Dus maar goed, ik word er steeds handiger in. Dus dat is wel chill. En ze hebben iets nieuws gedaan. En nu zitten Iselotte en ik... Happy stenen te maken. Iselotte vindt dat helemaal leuk. Ik heb deze al gemaakt. Met bloemetjes. En dit is een beetje een donkere steen. Dus die is niet heel goed te zien. Maar daar ben ik allemaal stipjes op aan het maken. En natuurlijk heb ik achterop gezet... Danielle vlogt. Dus heb jij deze steen gevonden? En heb jij mijn kanaal gevonden? Laat dan even een reactie hieronder achter. Je mag natuurlijk altijd een reactie achterlaten. Vind ik hartstikke leuk. Dus doe dat vooral. Maar heb je nou deze steen gevonden? Dan laat even een reactie achter. Zou ik super tof vinden. Straks krijgt Jeroen zijn coronavaccinatie. Dus dan moeten wij eventjes in de auto wachten. Want daarna gaan wij op verjaardagsvisite. Mama. Wij gaan zo naar een verjaardag. Van mijn neefje, want die wordt, neef. Want die wordt 13. Xarno en mijn neefje, die schelen 10 maanden, dus dat is superleuk. En, maar goed, we gaan dus zo eerst even met Jeroen naar de prikvaccinatielocatie. En ik ben deze er nog even uit, die maak ik snel nog even af. Want dan gaan wij zo lekker onderweg. En ik dan? Even laten zien wat je gemaakt hebt. Ik heb deze gedaan met allemaal stukjes en een bloempje met spootjes. Mooi. En deze mooie kleurtjes. En hier heb ik een mooi dingetje. Ik weet niet wat het is. Mooie kleurtjes. En hier ook achterop staan Danielle vlogs. Leuk hoor. En ik ben nu een steen aanmaken met water. Oké, nou is dat de laatste. Dan gaan we de laatste spullen inpakken. En gaan we lekker weg. Ja. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag zondag. Gisteren heb ik niet meer zoveel gevlogd, want bij mijn broer vlog ik niet. Maar het was wel een super gezellig verjaardagsfeestje. En mijn neef was super blij met zijn cadeautje. Nu is ondertussen, het is alweer zondag, tijd voor een ontbijtje. Jeroen heeft voor mij weer een overheerlijke eiersalade gemaakt. Met ei, hamblokjes, mayonaise en augurk. Komkommer zit erin. Geen augurk? Augurk, geen komkommer. Oh, wat is het schilletje dan wat ik zie? Spinazie. Oh, spinazie zit er ook in. En een tui. En een tui. Nou, dus daar ga ik lekker van smullen. En dat doe ik, op een beschuitje van afvallen met Brechtje. Dus dat ga ik lekker eten. En ik heb natuurlijk ook een kopje koffie, vitamintjes, limonadetje. Dus helemaal lekker. Wij zitten in de auto. Hoe raak je zo? Oh, sorry, ik ben even nog erin gooien, Slotte. Wij gaan even onderweg,
Wij gaan nou weer expres hard rijden. We gaan niet durven. Nee. Wij gaan onderweg. We gaan eerst even bij... ik zit nog niet eens in de gordel. Nou, dus we gaan eventjes een bezoekje brengen aan een tante van Jeroen. Want de oom van Jeroen die ligt in het ziekenhuis. Die is geopereerd. En ja, de mensen zijn echt al op leeftijd. Zijn oom is 86, 87. En tante is 96, dus die is echt al op leeftijd. Dus ja, die heeft het nu natuurlijk een beetje moeilijk. Nu ze alleen thuis is zonder een man. Dus gaan we eventjes een bloemetje brengen. En eventjes gedag zeggen. Natuurlijk wel op afstand en zo. Want ja, natuurlijk wel hele kwetsbare mensjes zo. Dus dat gaan we eventjes doen. En dan, ja, ze wonen redelijk dicht bij mijn schoonouders in de buurt. Dus gaan we daarna even een bezoekje brengen aan mijn schoonouders. En nou ja, dan blijven we denk ik daar ook wel eten. En grootouders. Ja, grootouders. Jouw grootouders, mijn schoonouders. Dus dat gaan we even doen. Dus we gaan even een tijdje doen. We hebben een mooi bloemetje gekocht voor onze tante. Ja, dit is toch ook een mooi dorp, hè? Kijk, een mooi bloemetje gekocht. Oh, sorry, is dat. Oeps, ik zal even de omgeving laten zien. Het is echt zo mooi. Een tijd geleden die ook helemaal doorheen gereden. Waren allemaal bootjes, helemaal verlicht, 's avonds. Echt super mooi. En ja, nu zijn natuurlijk de terrasjes weer open. Dan jongens, als je kijkt dan als je hier kan wonen. Het is toch prachtig zo aan het water. Wauw. Ze hebben hier hele mooie wallen ook om rond te lopen. En dan kan je de vistijger zien, de Heimonstijger. Heimonstijger? Ja, die is naar mijn opa genoemd, naar de papa van opa, van jullie opa. Hebben ze een stijger voor hem gemaakt. Nou, we hebben een bloemetje even gebracht. En ja, ze was er super blij mee. En ik vond het natuurlijk leuk om even te zien. We zijn natuurlijk niet naar binnen gegaan, want ja, dat krijg je kwetsbare mensjes. Maar ja, dus hartstikke leuk om ze was hartstikke blij mee. Dus ik was daar even lekker van genieten. En nu gaan we dus op weg naar mijn schoonouders. Nou, inmiddels aangekomen bij mijn schoonouders, althans bijna. Ik loop nu naar het huis toe. We lopen af achterom bij mijn schoonouders. Die wonen in een doodlopende straat. En ik had zowel via voor als achter, maar eigenlijk iedereen loopt altijd achterom. Dus dat doen wij ook. Heel schattig steegje. Ik ben met mijn uppie. Die slot er stiekem voorlangs gegaan. Dus ik had het leuk. Ook bij oma even plagen. En Jeroen en Sarno zijn nog even een herrie hier. Omdat ze het terrasje aan het schoonspuiten. En Jeroen en Sarno zijn nog even een winkelkarretje weg aan het zetten. Die naast de auto stond. Dus ik ga ze even weg aan het zetten. Maar ik ben er bijna. En we hebben nog even wat lekkers gehaald. 3 uur geslapen. 3 uur, waarom? Dat wij dit gaan doen. Ik was om 30 uur wakker. Nou, zoals jullie zien zijn we net thuis gekomen. Zijn ja, echt net een paar minuutjes thuis. We hebben een heerlijke middag gehad bij mijn schoonouders. We hebben daar ook lekker gegeten. En nou, nu zijn we dus thuis. Ik ga natuurlijk even het EK voetbal aanzetten. Ik ben niet echt een hele voetbalfan, maar het EK en WK vind ik altijd, ja, dat vind ik toch altijd wel leuk om te kijken, ook gewoon een beetje, omdat iedereen natuurlijk helemaal hyped is en een beetje, ja, de sfeer dat je dat met elkaar allemaal deelt, vind ik dat is wel super leuk om te kijken. Dus die ga ik even aanzetten. Volgens mij begint het over een half uurtje of zo. Nou, ja, over de 20 minuutjes, half uurtje, ja. Dus, en ik kijk meestal alleen de Nederlandse wedstrijden. En ik ga echt niet alle wedstrijden kijken. Want, nou, wat ik zeg, ik ben echt niet zo'n voetbalfan. Maar
Ja, dit moet je toch ook wel een beetje met elkaar delen of zo. Meestal kijk ik er nog wel wat ondertussen of ik ben een beetje aan het rommelen nog. En kijk ik het met een half oog. Maar ja, het is toch wel even leuk om het in ieder geval een beetje mee te krijgen. Nou, we hebben dus echt wel een heerlijke dag gehad. En het was natuurlijk weer fantastisch weer. Echt bizar. Fijn om even bij Jeroen's tante geweest te zijn. En nou, natuurlijk nog fijner om even een lekker middagje bij mijn schoonouders te hebben besteed. Gewoon altijd super gezellig. Dus ja, dan is ons weekend hiermee ook weer ten einde. En dan ga ik hierbij ook de vlog afsluiten. Ben je nou nog niet geabonneerd op mijn kanaal? Doe dat dan alsjeblieft. Zou ik super tof vinden. Dat kan hier beneden op de rode knop en is helemaal gratis. Kost je niks. Je hebt alleen een Google-account nodig. Dus dat zou ik super tof vinden. En doe in ieder geval ook alsjeblieft een duimpje omhoog voor deze video als je hem leuk vond. Of als je hem niet leuk vindt, doe hem dan nogmaals omhoog. Want doe hem dan alsnog maar omhoog, want je helpt mijn kanaal er gewoon mee groeien. Dus dat zou ik super tof vinden. En dan zie ik jullie hopelijk weer bij de volgende video. Doei doei! Ik kom erop terug. Jeetje, wat een spannende wedstrijd al. Echt de eerste 5 minuten. Ja, dit is natuurlijk voor jullie al lang geleden. Dit is natuurlijk voor jullie al lang geweest. Maar man, 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 wat een spannende wedstrijd. De eerste 5 minuten zijn echt al vol aan, zeg maar. Het is echt slecht voor mijn hart dit. Hyperventilerend en al op de bank. Man, man, man. Het zou zomaar eens heel spannend kunnen worden, dit EK. Als we natuurlijk een tijdje volhouden. Zou natuurlijk wel heel tof zijn. Spannend!